Het heeft even geduurd, maar binnenkort wordt hij dan echt geopend. De dierenbegraafplaats in het Kuinderbos. Boswachter Harco Bergman kwam 10 jaar geleden met het initiatief omdat wandelaars erom vroegen. Er zijn dus heel veel mensen die hun honden uitlaten in het bos. En die benaderen we dan hij komt bijna aan zijn eind. En ik zou hem zo graag achterlaten op de plek waar hij ook heel vaak is geweest. En waar ik zelf ook van geniet. Het gaat dus met name om honden. Maar het is niet ondenkbaar dat ook katten of vogels of konijnen, cavia's hier een plekje kunnen krijgen. Er mogen alleen kleine huisdieren in het Kuinderbos begraven worden. Vanuit de lucht is goed de vorm van de begraafplaats te zien. Het is een heel groot hart. We hebben deze plek destijds beplant met fruitbomen. Er staan noten en peren en appels en kersen. En de ruimtes daartussenin, daar kunnen dus dieren begraven worden. Op de dierenbegraafplaats zijn al een paar honden begraven. In de COVID-periode zijn ook wat dieren overleden. En dat waren mensen die van mijn plannen wisten. En op enig moment een huisdier moesten laten inslapen. En daar heb ik toen individueel een afspraak mee gemaakt. En daar tussen die twee appelbomen, daar liggen een paar honden. De naamplaatjes die nu nog aan de appelboom hangen, worden vervangen. Overigens komen er geen urnen of grafstenen op de begraafplaats te liggen. Nou, je kunt een houten schijf op de grond leggen op de plek waar je huisdier ligt. Daar kun je met een brandapparaat de naam en eventueel een tekst inbranden. Dat wordt opgenomen ook weer in de natuur, hè, omdat het van hout is. Dus het is op een moment zo, dat is de plek niet meer exact terug te vinden, maar wel ongeveer. Op deze plek in het bos is volgens Bergman plaats voor 100 dieren. De dierenbegraafplaats is voor Staatsbosbeheer een verdienmodel. Je moet je voorstellen dat er een periode is geweest waarin de overheid zich meer teruggetrokken heeft van het bos- en natuurbeheer. En waarin gesteld werd van de bosbeheerders mogen wel meer hun eigen broek ophouden. Nou, en dit was een idee wat daaruit toen is geboren. En waar we nu van zeggen, het is nu dus de tijd rijp om het in de markt te gaan zetten en op zoek te gaan naar een ondernemer die dit wil exploiteren.